In 2000 verdween de laatste winkel in Eihorst. En deze werd natuurlijk ook gemist. Er werd niet bij de pakken neergezeten. Door een brede samenwerking tussen meerdere partijen, waaronder de plaatselijke bevolking, de dorpsraad en het gemeentebestuur, is er iets prachtigs voor in de plaats gekomen. Het Kroko Multipunt. Achter deze exotische naam schuilt een winkel die veel meer is dan een winkel. Niet alleen de primaire levensbehoeften, vers en houdbare producten, zijn weer verkrijgbaar, maar ook de typische streekproducten. Kroko Multipunt Eihorst is eigenlijk ontstaan vanuit een particulier initiatief, omdat sinds 2000 alle winkels in het dorp verdwenen waren en wij in 2008 in dit pand terechtkwamen. En wel merkten aan de bewoners dat er toch wel behoefte is aan allerlei voorzieningen in het dorp. Dat het ook de leefbaarheid in het dorp zeker ten goede komt. En ik ben hier geboren en getogen. En vandaar dat wij vanaf 2008 eigenlijk allerlei initiatieven hebben ontwikkeld om de leefbaarheid hier weer wat te vergroten. Het in dit multipunt gevestigde VVV-agentschap voorziet de bezoeker van informatie over de streek. We hebben dus streekinformatie, streektaal, streekkunst. We hebben een dertigtal instellingen en particulieren die hier een eigen gemaakte kunst kunnen tentoonstellen en ook proberen te verkopen. En we hebben streekproducten, waaronder versproducten, alle versproducten, brood, groenten. Fruit, zuivel, kaas, noem maar op. Dat gaat allemaal op bestelling. En we hebben in de winkel een heel aantal meest biologische streekproducten die dus houdbaar zijn en hier op voorraad staan. Lokale kunstenaars kunnen hier hun werk exposeren. Er is een zolder met verhuurkleding, een vergaderruimte. Een stomerij en verstelservice. En er is de mogelijkheid om workshops te organiseren. Op dit moment zit hier dus één dame, dat is mijn zus. Die zit hier een workshop te geven in paaskippen maken van textiel. Ik neem zo maar 3 steekjes op een naal. En als ik iedere keer zo boven kom, dan doe ik even een steekje terug als je steek. En last but not least. Voor de bezoekers van de naburige recreatieparken vervult het de functie van campingwinkel en pleisterplaats. Die niet, die ernaast. Ja, nee, best. Het is een Ficon, actiebrood van de week. Oh, sorry, kom op. Kost niks, nee. Dat kost niks. 3,5. Het Kroko Multipunt in Eihorst. Een impuls van sociale samenhang en vitaliteit. En van alle markten thuis.